De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert Gray van Tricht, hoopt dat de Nationale Assemblée in het dienstjaar 2020 de financiële wetten die er liggen aanneemt. In juli 2020 moeten worden voldaan aan de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force om blacklisting te voorkomen. Er zijn laatst ook weer consultants geweest van de IDB over februari, maart beginnen de analyses van eigenlijk alle ingeleverde data. Maar de data is allemaal binnen, dus daar wordt ook goed werk aan verricht. Ik verwacht wel dat we ook binnen de mutual evaluation goed zullen scoren. We hebben ook dat duidelijk gemaakt aan het parlement, maar het hangt er vanaf hoeveel wetten doorkomen ter bewaking van de National Risk Assessment. We hebben wel aangegeven, niet alleen maar ik als coördinator, maar ook binnen het PMT, Project Management Team, mevrouw Van Dijk Silos, die heeft aangegeven hoe belangrijk deze wetten zijn om nog door te voeren. Rekening houden met natuurlijk wederom verkiezingsjaar, hoeveel wetten van deze nog doorgevoerd kunnen worden. Maar ik heb ze wel gevraagd om in ieder geval prioriteit te zetten binnen een stukje van NRA. Voorkomen op de blacklist zal verstrekkende gevolgen hebben voor Suriname. Als ons land niet geïsoleerd wil worden, moeten er prioriteiten worden gesteld. Zo moet voorkomen worden dat er crimineel geld in omloop is binnen het financieel systeem. De governor gaf aan dat de centrale bank voor een deel al op schema is om niet op deze lijst voor te komen. Ook de versteviging van supervisie is ook wel aanmerkelijk. Ik heb 3 registeraccountants erbij. De reorganisatie binnen de bank is in volle toeren. We hebben al 8 van de 21 projecten hebben we afgerond momenteel. Laatst hadden we het over de achievements van de bank. En we kwamen van, ja, er waren 88 sheets wat we allemaal hebben bereikt in 10 maanden. En toen was het van, nou, we moeten inkorten, want we kunnen niet zo lang een presentatie houden. De attitude binnen de bank absoluut aanwezig. Men voelt zich echt trots om bankier van Suriname te zijn. De governor heeft er vertrouwen in dat Suriname de deadline van juli 2020 wel haalt.